krijg je de absolutie. Angst als je in de boezem, de onmenselijke. Ik meintje, heb nooit Mathilde geheten, altijd Meike. Ja. Mijntje noemde ze me. Mijntje noemde ik dat. Hoeveel kinderen heb je? 11. 11 kinderen? Ja. Zeg maar, doodle deal. Ja, 11. En 1 achterkleinkind toch? En 1 achterkleinkind. Je fucking ja. Ja. Ongelooflijk, hè? Paradox, de big paradox. Mama. Altijd ook bezig hoor met de kinderen. Mama. Ja. Ja. En met de geboorte van die kinderen geholpen. And drink to you, baby. Ja. Want, you're in my blood. Moeten ze een baby krijgen, dan halen ze er geen verloskundige bij, want met mijn vingers voel ik of dat kind goed ligt. Ja, ze heeft al mijn kinderen laten geboren. Haar kinderen heb ik geboren. Dan, hè, van mijn zusjes, ja. Schoonzusjes. Ja. En dan was het kind geboren en dan kwam die verloskundige, want die kwam altijd te laat. Maar met mama was het veel leuker, want ik ging dan moppen vertellen. Ik ging moppen vertellen. En, weet je, dan duurde het allemaal niet. En bijvoorbeeld zei ik, haar kind kwam maar niet. Mam, mijn kind komt maar niet en ik word zo nerveus. Ga mij in de auto. Ze gaat in de auto en ik rij zo roekeloos. Dat dezelfde avond moet het kind komen. Ja. En dat zijn eigenlijk dingen wat niet mag. Maar dat deed ik dan als moeder. Dat deed ik dan als moeder. Dan ging ik op de rail staan terwijl we hier bomen neergingen. Nou, dat had ze. Maar de baby kwam. Met die auto? Ja, met de auto. Dus. Dan zag je iedereen gillen. En dan kwam die trein dichterbij. En dan schoot ze net ja. Onder die want je hebt hier die spoorboom en dan heb je hier een stuk vrij en dan ging ik over het trottoir langs dat stuk eruit. Nou, dat die mensen gilden gewoon. Ja, ze is wel. En dan kreeg ze s'avonds haar baby. Want ze ging s'avonds toch ook altijd naar zieke mensen met mij samen. En dan zat ze op de brommer. Nou, we zijn menig keer in het water terechtgekomen. Omdat ze echt heel erg roekeloos is. Ik ben roekeloos. Nou, dan reden wij en dan vlogen wij het water in, omdat ik mij ging meten met zo'n vrachtauto, hè. Dat is zo'n smal bruggetje en ik zeg, ik ben eerder. En hij schreeuwt, ja, opzij. Nou, en opzij gaan is geen plaats, dus dan reed ik zo het water in. Ai. Ja. Nou, dat vind ik, dat is wel erg. En dan kwam ik thuis, hè, op die brommer en dan bleef ik zo zitten op die brommer. En dan ging zij mij dragen in de houding van die brommer. Want ik deed net alsof ik bevroren was. En ze vonden die kinderen prachtig. Ze vonden dat prachtig. Klauwtjes spelen. Ja. Ja, Lucie wel. Lucie, ja. Nou, de explosie van schilderen, wanneer is dat nou precies begonnen eigenlijk voor jou? Is dat al tijdens je gezin nou, ik had met elf kinderen? Ik had dus nooit tijd. Maar dan had ik dus zo'n kind aan de borst, met één hand zo aan de borst. En mijn voet zo. En dan ging ik tekenen. En de sigaretten, hè? En tussen mijn tenen zat mijn sigaret. En als ik dus aan het tekenen was, ging mijn voet naar mijn mond en dan weer terug. Ik ben ergens niet goed, hoor. Niet erg? Nee, niet erg. Nou, ik vind je erg goed, maar nou, ja, we hebben genoten met haar, hoor. Want ze kan echt leuke sprookjes vertellen. Ja, ik leefde met hun altijd in fantasie. Terwijl we het niet rijk hebben gehad, hebben we toch een hele waardevolle jeugd gehad. Met fantasie. Want ik haalde met hun haalde ik kattenkwaad uit. Hè? Want mijn man was echt alles in de puntjes en zo. Hè? Maar zo was hij weg, zo ging ik met hun kattenkwaad uithalen. En dan, dat kon hij zich niet voorstellen. En, was het een zakenman? Was het een... Hij zat bij de luchtmacht en... Militair. Iemand mee, echt iemand ja. Militair. Gestudeerd is en alles, ja. Ja. Als een kind binnenkwam, dan moest hij kloppen. Gingen we eten, dan mocht een kind pas eten als wij aten. Ja, staan aan tafel. Staan aan tafel, de kinderen. Dus als hij weg was, dan was het genoten gewoon, als het echt feest. Ja, want dat is dus gevoel waar we begonnen. Ja. Wij begonnen met een gevoel. Ja. Ja. Maar s'avonds had ik mijn zieken. Dan lagen de kinderen in bed om 9 uur en dan had ik mijn patiënt. Had ik mijn zieken. Ja. Naast de kinderen had je de patiënt. Altijd s'avonds nog altijd mensen. Ja. Altijd mensen tot 1 uur of 12, 1 uur s'nachts. En die heel ziek waren, dan ging ze wel met het oude brommertje. Dan ging met het brommertje naartoe. Maar omdat ik bang was alleen, nam ik haar mee, want ze was de oudste. Ah. Jullie hebben gewoond altijd in Den Haag, Rijswijk, omgeving? Ja, altijd hier. Ja, vaak is.
Ja, eerst in Indonesië natuurlijk en daarna in Brabant. Ja. Wanneer zijn jullie hier in Holland? 1948. 48, ja. Na de oorlog. Ja. Zijn wij in Holland gekomen. Toen kwam ik in Brabant. Waren de eerste Indische mensen daar? Ja. Maar ik werd naar school gebracht. Ze hebben met de politie gebracht. Want we werden niet geaccepteerd hier. Ja, door dat dorp werden we niet geaccepteerd. We waren pindavreters en zo. De goede geloof. Ja. En jullie horen in je apenland. Maar zij was erg fel, want mijn vader is overleden voor Nederland. Want hij heeft gevochten voor Nederland, dus dat vond ze eigenlijk te gek. Ja. Dus als ze met stenen werd gegooid, of mijn oma, dan ging ze er achteraan. En dan deed ik hem, ja, ik vocht echt. Ja. Ja. En ik gaf haar de koeien dreunen. Ja, omdat we hier zo ongastvrij werden ontvangen natuurlijk. Maar hier was net een oorlog geweest. Hier was net een oorlog. En hier waren dus niet veel donkere mensen geweest. Dus het was echt vreselijk in Brabant hoor. Ja, wat doe je in ons land? Ga terug naar je apenland. Wat logisch is, want ze hadden zelf net een ellende achter de rug, denk ik. Nou, ik vind het niet logisch, maar het is wel logisch, gegeven de marketplace. Ik bekijk alles altijd in uitkomst. Ja, maar toch, ik vind dat niet logisch. Ik vind het onmenselijk. Ik vind het fascistisch en racistisch. En... Nou, wij gingen met de politie, ging zij naar school. Hoor. Ja. Want anders werd ze kapot gezet. Maar dan kom je steeds weer terug op gevoel. Als je een beetje gevoel hebt. Ja. Dan doe je dat ook. Ja, maar jij weet, het is een soort leerschool van de mensen. Nou zouden ze het wel geaccepteerd hebben. Nu accepteren ze het wel. Maar in die tijd. Ik denk dat diezelfde energieën, die racistische energieën, nog steeds spelen hier en daar. Dat denk ik nog steeds. Maar toch wel minder natuurlijk, denk ik hoor. Met er is net weer een ultra-rechtse partij opgericht, ergens achter in de Achterhoek. Dus dat is nog rechtser dan de Centrumpartij. Ja. Dus ik bedoel maar de intolerantie, het geweld. Maar ik wou altijd met een lange broek naar de kerk. Hè? En mijn moeder, dan moest ik naar de kerk. Hè? En dus kwam ik met haar in de kerk en er stonden daar twee uitsmijters. En dan kwam ik binnen en dan werd ik al gegrepen. Ja. Ja, je mocht de kerk niet in met een lange broek. Met een lange broek. En ze had geen hoed op. Dus wat deed ze dan? Dan ging ze van een zakdoek. Knopen maken en dan zat ik in de kerk. En dan zei ze, het gaat toch om wat je bidt en wat je bent, toch niet of je nou niet. Nou, en dan gingen ze me nalopen en dan ging ik helemaal tot bij de pastoren en daar werd ik gegrepen. Nou, en dan droegen ze mij de kerk uit. Maar elke keer, en dan zei mijn moeder, ach, toe, probeer je te gedragen. Maar ik werd altijd gegrepen en eruit gegooid uit de kerk. Maar ik vond het een leuke. En dan lachte ik haar uit, want zij zat met een hoedje, met een jasje, naast mijn moeder, weet je wel, heel vroom. En ik mocht eruit. Hoe kon me niks schelen, maar ik mocht eruit. Oh, hé, hé, hé. Ja. Ik zorgde dat ik eruit moest. Ja. Ja. Heel fijn. Maar zij vond, je kan bidden, hoef je niet speciaal in de kerk. Dat kan je thuis, kan je op je eigen plaats. Ben ik helemaal mee. Ja. Helemaal. Met haar krachten. Dus zij ging hem verbranden eigenlijk, in het symbolische. Nou, en toen zei ze tegen mij, roep vuur. Maar ik wou het niet. Ja? Ik bleef dus stil. Toen besprong hij mij en toen keek hij mij aan met die beestenogen, bloeddoorlopen ogen, keek hij mij aan. Maar in zijn ogen zag ik wanhoop en angst. Die angst die ik opvaar. En die wanhoop. Nou, en op een gegeven ogenblik hield ik van het beest. En dus kon ik niet zeggen vuur. En hij stierf in mijn arm. Ja, is echt gebeurd. Dus ik vind, ik had hem gered van het verpulveren van haar. Zij wilde hem vernietigen. Maar ik redde zijn geest. Want hij zat gevangen. Dus ik maakte eigenlijk zijn gevangenis los. Want bewerken is dat de geest naar je toe wordt gestuurd. Met een opdracht. En dat doet die geest. Die opdracht, onherroepelijk. Ja, hij is dus eigenlijk gebruiksvoorwerp. En ik maakte hem los van dat gebruiksvoorwerp. Hij was vrij. Terwijl zij wilde hem dus vernietigen. En ik weet niet of dat kan. Maar ik had medelijden en liefde voor hem. Terwijl hij mij een jaar lang mijn leven tot een hel maakte.